Wij leveren bedrukte producten hoofdzakelijk aan horeca en retailbedrijven. We draaien nu met iets minder mensen uh, twee keer zoveel omzet. Onze B-hack is om te groeien naar 100 miljoen. Hij is nog jong, maar daarom niet minder ambitieus ondernemer Boudewijn Graveland van De Branding Club. Wat zijn zijn geheimen voor succes? Daar gaan we achter komen in dit gesprek. Welkom bij 7D TV. Ja, Boudewijn, uh, hartelijk welkom. Leuk dat je mijn gast bent. Dankjewel. Hoe lang ben je bezig? We zijn 4,5 jaar bezig. Ik ben zelf al iets langer bezig, zes jaar. Ja. Uh, de branding Club is nu uh, 4,5 jaar. Dus we worden uh, komend jaar, 6 juni 2024, uh, vijf jaar oud. We hebben het niet over een bedrijfje dat een paar ton doet. Dus nee, 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 zeker nee. niet meer. Nee, onze b hack dus Big Harry Audacious ja, ja, ja. Goal is om te groeien naar 100 miljoen. Uh, ja. Tegen 2027. Ah, dus daar richten we alle acties uh, op in. Wie zijn wij? Hoeveel mensen hebben het inmiddels over? Wij is nu 35 mensen. Um, is een tijdje geleden meer mensen geweest. Alleen we draaien nu met uh, iets minder mensen uh, twee keer zoveel omzet. Uh, dus uh, wel een stuk efficiënter geworden als bedrijf. zijn. En jij zegt al, al, al behoorlijk wat jaren, maar jij bent 23 jaar. Klopt. Ja. Maar um, hoe la, hoe, op wat voor leeftijd ben je begonnen dan? Ik ben officieel begonnen op mijn 16e. Toen ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Maar het zat er al wel eerder zeg maar, zat het te kriebelen, of niet? Ja, absoluut, ja. ja want, ik wat denk. ook wel interessant van jouw verhaal, want jij hebt, je hebt uh, middelbare school gedaan... Uh, gymnasium zelfs toch klopt slimme ja. slim jongen en daarna besloot om niet te gaan studeren klopt ja dat was niet een populaire nee dat zijn er niet veel die dat doen inderdaad ja ik had toen uh, merkte ik ook wel echt twee twee kanten dus ik had mensen die zeiden van nee hey, je bent helemaal gek geworden waarom zou je ja zo'n uh, uh, middelbare school doen en vervolgens niet gaan studeren ja. die kant had ik echt inderdaad het waren veel mensen en ik had aan de andere kant en daaronder zaten gelukkig ook mijn ouders ook wel mensen die zeiden van ja wat maakt het nou uit? Uiteindelijk was het uh, mijn moeder. Dat herinner ik me nog heel goed. Die op een gegeven moment zei van ja, en wat maakt het uit? Je bent uh, 18, want ik heb wel mijn examens gewoon gedaan. Ja. Uh, je bent 18. Voor hetzelfde geld uh, ga je twee jaar lang volle bak ondernemen. Wordt het niks. Ben je 20, kan je nog steeds uh, beginnen met studeren. Dus uiteindelijk heb ik haar advies gegeven. Uh, Opgevolgd en uh, zo far zo goed gelukt. Je hebt nog wel een studie, uh, zag ik, uh, cursus elementair boekhouden gevolgd? Ja, ze deden op mijn uh, middelbare school. Ik <laughs> heb op nog gezeten in Zwolle. Uh, deden ze er de best wel wat dingen bij. Dus ik heb een Chinees, kan ik officieel, ik spreek geen woord Chinees. Uh -huh. uh, elementair boekhouden en uh, Nima, zo'n marketing uh, yeah, yeah. diploma. Heb je daar nog wat aan gehad? Nee. nee. Ook niet aan elementair boekhouden. Nou, elementair boekhouden wel, denk ik. Nima misschien ook wel, misschien dat ik dat te snel afschiet. Yeah. Uh, maar elementair boekhouden, ik denk, ik had destijds al wel eens van: ik wil graag ondernemen en bedrijven bouwen. Dat moet mijn. Uh, expertise worden, zeg maar. Dus ik had al wel heel snel zoiets van, ja, uh, elementair boekhouden, het heet niet voor niks elementair boekhouden, ja, um, ja is wel, ja, de bare minimum wat je zou moeten kunnen in mijn ogen. Dat je ja. gewoon een winst- en verliesrekening en een balans kan lezen, zeg maar. Ja, ja. dus daar heb ik wel zeker iets aan gehad. Ja. Hoe uh, Kom jij de ondernemers nest? Goeie, ja, goede vraag. Uh, nee, ik denk dat... dat wat doen je ouders? Um, Deden de doen. Ja, nou, mijn moeder is origineel lerares Duits. Ja? Um, uh, super slimme vrouw. Uh, en uh, heeft na de middelbare school gekeken van waar ze een goede baangarantie garantie? Dat was Duits. Uh, Duits leraar destijds zocht ze heel veel mensen naar. En ze heeft absoluut een taalknobbel. Dus zij is uh, Duits lerares geworden. Ja. Um, nu doet ze van alles en nog wat. Uh, niet meer alleen uh, lerares Duits, maar um, ze doet eigenlijk uh, ja, alles waar ze. Ja, uh, het idee heeft dat ze, dat ze van waarde is, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. Um, mijn vader die is origineel psychiater. Uh, dus um, die is ook niet per se ondernemer, maar wel heel ondernemend. En dat hebben we eigenlijk allebei mijn ouders wel. Uiteindelijk is mijn vader wel een bedrijf begonnen in de zorg, in de jeugdzorg, specifiek. Um, en dat is uh, een beetje um, onbedoeld eigenlijk uh, best groot geworden op een gegeven moment. Mm -hmm. um, maar dat was niet zozeer omdat hij dat altijd als doel had, dat hij per se. Uh, uh, ondernemer wilde worden en ja. veel geld wilde verdienen, alles behalve. Dus zo ben ik niet opgevoed. Maar ik heb wel altijd al geleerd van, ja, regeltjes uh, ja, zijn er om te breken, zeg maar. Ja. In ieder geval te buigen. Ja, maar je hoeft niet altijd de gebaande paden te volgen. Dus ja, daar ja, ja, ben ik wel heel ik dankbaar je... voor, ja, ja, dat, ja weet je dat eigen wijze, je eigen ding doen. Absoluut. Mijn ouders hebben altijd gezegd, uh, ja, als jij maar gelukkig bent, dan... Uh, datzelfde voor mijn zus, overigens, dan... Uh, Vinden wij alles prima. Hey, en um, wanneer kwam ondernemen, uh, in, in, hoe, hoe kreeg dat vorm? Want ik neem aan dat op een gegeven moment de middelbare school en dan begint het te kriebelen. W wanneer ontstonden de eerste plannetjes of de eerste activiteiten? Hè? Ik kan me heel goed herinneren, dat heb ik nog steeds op mijn computer. Een, uh, een mapje uh, met uh, ondernemingen slash ideeën heet het geloof ik. Ja? En uh, dat, ik denk dat dat mapje zich is gaan vullen sinds ik... 14 ben, 13, 14 of zo. Ik heb mijn eerste baantje had ik toen ik 11 was. Dat was gewoon een krantenwijk. Ja. Uh, best wel veel baantjes gehad. Ik ben best wel opgevoed met het idee van: ja, als jij iets wil hebben, dan moet je ervoor werken. Ja. Ook daar ben ik heel dankbaar voor achteraf. Ja. Oh, dat heeft me wel echt geleerd uh, dat, nou. Weet je, wat ik zeg altijd, als ik iets wil hebben, dan is het eerste waar ik aan denk, wat kan ik doen om dat te fixen? zeg maar. Ja. Um, maar ik denk ondernemen aan zich. Ik heb altijd al wel een beetje nagedacht over hey, hoe zitten bedrijven in elkaar. En ik uh, lees al denk ik, sinds mijn 14e, 15e managementboeken en dat soort dingen. Omdat ik gewoon interesse had in hoe bedrijven in elkaar staken. En in sales en dat soort dingen. Dat is heel gek, maar dat vond ik interessant. Ja. Um, althans, heel gek. Ik ken er niet veel mensen die dat met me deelden destijds. Ja. Um, ik denk eerst de. Ja, een keer dat ik echt in aanraking kwam dus met ondernemen... was het altijd wel een beetje dat soort ideetjes. We hadden wel eens op school een project dat heette Day for Change. En dan kreeg je een micro van maximaal 30 euro, geloof ik. Kon je daar een bedrijfje mee oprichten... Uh, aanvankelijk daar een uh, idee gepitcht dat het niet is geworden. Dus we kregen geen krediet overigens. Toen zijn we stroopwafels gaan verkopen deur aan deur. Ja. Uh, hebben we hebben wel krediet voor gekregen. En uh, toen 200, 300 euro of zo winst gemaakt. Want die stroopwafels kochten we gewoon voor veel te veel geld. Hadden we bij die fabriek ergens uh, die dat maakte, hadden we dat voor uh, niks ingekocht. Um, maar dat was wel een beetje het idee. Want ik had daar dus wel een voorloper van de branding club al bedacht. Uh, maar nee, dat was toen niks geworden. Daar wel op blijven broeden. En dus uiteindelijk die, uh, die stap gewaagd. Ja. Hey, um, zo meteen meer over. Uh... Uh, de, waar je nu staat. Maar de, de branding club even als pitch. Wat doen jullie? Wij leveren uh, bedrukte producten, hoofdzakelijk aan horeca en retailbedrijven. Met als doel uh, horeca en retailbedrijven te helpen zich goed te profileren in de markt. Dus uh, branding, marketing vandaag de dag is super belangrijk. Yeah. Mooie voorbeelden die iedereen zich kan inbeelden is, oké, okay, waarom betaal jij 100 euro, 200 euro voor een, uh, schoenen met een Nike-logo als diezelfde schoen zonder dat logo. 10 euro kost. Yeah. En zo zijn er nog tig voorbeelden. Hetzelfde met een broodje van de Laplace of van de Hema. Die horen we ook wel eens. Bij de een betaal je factor 2 drie keer zoveel als yeah. bij de ander. Dat zit hem in branding. Dus branding, goede marketing, heeft waarde. Uh, soms lastig meetbaar te maken... Alleen één ding is zeker, je kan een heel mooi logo hebben, maar als je dat niet tot uiting kan brengen met de juiste producten, dus de juiste middelen, bij het online of fysiek. Ja. Dan heeft het geen waarde. En wij faciliteren dat. Maar je doet niet, je bent geen marketingbedrijf. Of tenminste, want branding. De eerste keer dat ik het las, dacht ik, hey branding club, zijn jullie inderdaad een marketingagency... Die voelt echt een hele brandingpropositie doen. Maar dat is het niet, hè? Nou, dat is bewust niet de insteek. Dat is wel wat we doen vandaag de dag. Dus het idee is echt, zie ons een beetje als het verlengstuk van uh, de marketingafdeling, zeg maar van onze klanten. Ja. Dus stel bijvoorbeeld, jij bent een horeca ondernemer of je hebt een retailbedrijf, een winkel of een webshop, dan is het heel vaak zo. Vaak ook bij de kleinere bedrijven, maar ook bij de grote clubs trouwens. Um, dat je een marketingteam hebt of niet. Uh -huh. Dus Of je bent zelf de marketeer of iemand anders is dat. Um, maar inkoop van bedrukte producten komt er altijd een beetje bij. Dus wat heel vaak gebeurt is mensen die, die zeggen, oh, we hebben eigenlijk dit en dat qua spullen nodig. Helemaal wanneer dat de kern is van jouw propositie en jij verstuurt pakketjes of zo. Of jij verstuurt uh, maaltijden. Dan is het nogal belangrijk om producten te hebben natuurlijk. Uh -huh. Nou, dan is het, oh ja, het zou wel leuk zijn om een logo erop te, te hebben. Volgens, heb je tien verschillende leveranciers voor tien, tien verschillende producten. Uh -huh. Met allemaal foute condities en onhandige logistiek en noem maar op. En wij vullen dat als het ware een beetje in. Dus wij zijn echt een beetje de one-stop-shop met hele persoonlijke service voor, uh, voor onze klanten. Dus die komen, kunnen wij ons komen met de gekste ideeën. Van ik uh, zou we hier of daar graag een logo op willen hebben. Dan hebben wij dat noemen we Brand Ambassadors. Dat is een team van uh, ja, contactpersonen eigenlijk voor onze klanten. En die uh, geven dan terug aan de klant: ja, dat kan. Hier en daar moet je aan denken qua investeringen en deze deze hoeveelheid. Is dat werkbaar? In die ja, dan faciliteren wij het voor ze. Dat doen we ook dus met hele huisstijlen designer We hebben een design team die, met grafische ontwerpers. Die maken dan hele huisstijlen voor onze okay. klanten, zeg maar. Uh, visuele merkidentiteit ja, Dus zeg maar. als ik geen logo heb, kunnen jullie maken? Precies, ja exact. Dus stel jij wil uh, naast uh, wat je nu doet, wil je nog een, uh, een koffiezaakje beginnen ja. of uh, iets in die richting. Uh, dan kan dat zeker, ja. Want jullie focussen op horeca en retail? Ja, we zijn begonnen met horeca ja, enkel. Dat's... Een beetje tweeledig. Eén, omdat dat uh, eigenlijk uh, de markt was waarin ik zelf... Origineel destijds was ik dus 16, toen werkte ik als afwasser. Ik kom ja. origineel uit had met een dorpje en daar was ik afwasser bij een restaurant. En um, uh, daar is een beetje die liefde voor de horeca ontstaan, want mensen die werken, daar knijt te hard. Uh, achteraf gezien werd het ook oké, okay, we houden die focus op horeca, bewust heel vaak wel in de verleiding gekomen door mensen die hé, hey, kun je ook voor mij doen, ik heb het voor mij altijd nee gezegd. Uh, waarom? Omdat horeca best wel veel vereist. Dus je kan bijvoorbeeld uh, dingen mogen niet te veel kosten. Wanneer jij een maalt een uh, Stelling hebt van uh, 20 euro, dan kan daar niet een tas uh, zit, omheen zitten van, uh, van 1 euro. Mm -hmm. Bij kleding is een, een, een trui van 80 euro, dan maakt die tas van 1 euro wat minder uit. Mm -hmm. um, dus de bedragen zijn lager, mensen zitten echt op hun centen terecht. Logistiek is nogal anders. Je wil dingen afgeleverd hebben in het centrum van Amsterdam. Maar uh, niet tijdens de lunch. Uh, en mensen die gaan wel pas uh, bij de lunch open. Dus je hebt dat soort dingetjes. Uh, en horecaondernemers hebben gewoon geen tijd, letterlijk. Uh, dus die, uh, die willen geen tijd erin investeren. Maar het is wel heel belangrijk. Een beetje combinatie van dingen. Ik wou zeggen, dat zijn allemaal niet zo'n leuke factoren. Maar daarmee zeg je, daarmee is de behoefte aan de branding club groot. Ja, dat. En het is voor ons een mooie uitdaging. Een beetje vanuit, als het werkt in de horeca... dan werkt het zeker in andere markten. Ja, ja. We hebben echt wel gekeken naar waar zijn, is de uitdaging ging het grootst, dus ook de behoefte het grootst overigens. Uh, want dan, als we het daar kunnen doen... dat merken we nu ook bij de retailklanten... waarvan we er steeds meer toevoegen... Uh, dan moet het zeker ook lukken bij andere markten. Hoe was 2020-2021 voor jullie dan? Aanvankelijk uh, naar. Uh, was vrij lastig. Onze omzet viel helemaal weg door ja. corona. Want er was een lockdown. Wij deden servetten en glazen en dat soort dingen. Dus onze omzet ging naar nul. Uh, maar dat is tegelijkertijd achteraf terugkijkend... wel juist het moment waarop onze cultuur zich echt heeft gevormd. De bedrijfscultuur. Um, omdat we onze credo vandaag de dag, intern in ieder geval, en ook wel af en toe extern is, always play to win. Um, uh, ik word zelf gecoacht al, al een aantal jaar door een business coach. Um, en we werken veel met distincties. Dus het is spelen om te winnen versus spelen om niet te verliezen. Nou, onze omzet viel weg. Toen zei ik, oké, okay, onze break-even omzet was volgens mij 30.000 euro per maand. Echt relatief weinig als je terugkijkt nu. Um, dus dat werd ons nieuwe target. En toen zei hij, gaf terug. Aan mij van, oké, okay, uh, maar ben je daarmee aan het spelen om te winnen of spelen om niet te verliezen? En toen zei ik, ja, shit, je hebt gelijk. Dan ben ik aan het spelen om niet te verliezen. Uh, en achteraf gezien, dus dat meegenomen toen het uh, team in van. Hé, hey jongens, uh, horeca heeft ons juist harder dan ooit nodig. Zijn we ons heel erg gaan inzetten, bijvoorbeeld op takeaway. Uh, zorgen dat we die verpakking. Want iedereen ging massaal bezorgen. En ja. we deden daar eigenlijk nog niks mee ja. qua, qua producten. Zijn we dat gaan uh, sourcen voor die klanten en dat gaan aanbieden hen daarbij helpen. En juist daardoor uh, heel erg gaan groeien. En toen werd dat destijds onze beste maand ooit, de maand van die lockdown. Terwijl aanvankelijk de omzet uh, helemaal weg was gevallen. Ik las inderdaad ergens dat jij veel, dat jij echt met een, met een uh, coach werkt, daar in Investeer jij ook echt in. Hè? Ook, ik bedoel, niet alleen qua tijd, maar ook qua geld. Hè? Wat brengt jou dat? Um, het uitgangspunt is een beetje dat iedere cent die iedereen investeert dat het minimaal tien keer dat moet opleveren. Um, eigenlijk alles wat ik doe qua coaching, of dat nou voor mezelf is, of voor ons management of onze sales, uh -huh. of wie dan ook. Um, en ik geloof en dat is lastig meetbaar te maken natuurlijk altijd. Want ik heb alleen het scenario met coaching. Want dus naar een scenario zonder coaching heb ik niet uitgevoerd, zeg maar. Hm. Um, maar op basis van de correcties die gemaakt worden... door de dingen die zichtbaar worden gemaakt alleen al bij mezelf... in sessies die ik heb met hen... Um, zie je het een beetje als een spiegel die uh, alle dingen laat zien bij jezelf... qua gedrag, of dat nou werkbaar is of onwerkbaar... Uh, die je zelf nog niet ziet. Um, mits het een goede coach is. Ik wou zeggen, want hoe kom je tot de keuze van een goede coach? Hè? Want we kennen allemaal ik bedoel, het stikt van de coaches uh, online... Absoluut, die van ja. allerhande diensten of producten aanleveren die jou de wereld uh, kunnen. Maar er zit natuurlijk behoorlijk wat kaf tussen het koren. Hoe kies je dan de juiste coach? Um, voor mij is het hoofdzakelijk uh, netwerk. Dus ik ben uh, begonnen op een gegeven moment uh, met Maurice Hoogendoorn. Dat is al vijf jaar. Dus dat was toen ik echt nog in mijn eentje was. Um, um, en van daaruit um, bouw je onder meer een netwerk op. Dat was voor mij ook wel de reden om het uiteindelijk te doen, die investering. Ja. Omdat ik wist van oké, okay, ik ben jong. Ik was toen 18. Ik heb weinig ervaring, weinig netwerk. Uh, ik heb mensen om me heen nodig, een krachtig netwerk, van wie ik ja. kan leren. Uh, die wel die ervaring hebben, die me kunnen uh, behoeden, ook voor fouten, uh, die zij ze eerder al zelf hebben gemaakt. Uh, dus van daaruit heb ik een netwerk opgebouwd, uh, stukje bij beetje. Um, daarin zitten dan weer mensen die vervolgens zeggen van, hey, uh, je kunt uh, Marie zelf ook van ja, uh, je kan het ook aanvullen met uh, straight line leadership, heet dat, uh, dat is een programma. Uh, een bedrijf die uh, ook high-end coaching noem ik het even doen. Ze werken echt met topondernemers, uh -huh. uh, methodiek heel zwart-wit. Zoals uh, dus ik al zeg, ze werken met distincties. Maar dat maakt dingen wel heel begrijpbaar. zeg maar. Ja. Dus heel makkelijk om, om te pakken. Ja. En dat zit eigenlijk in ons hele bedrijf verweven in de cultuur. Uh, dus dat is, maakt het heel makkelijk om goed zichtbaar te maken bij jezelf um, ja, wat wel werkbaar gedrag is en wat niet. En hoe kies je dan de juiste coach? Dat klinkt heel suf, maar het is een beetje de vergelijking met oké, okay, stel jij geeft 10, 20, 30 euro per maand uit bij de basic fit, dan heb je zelf zoiets van ja. Maakt niet heel veel uit als ik een keertje niet ga. Stel nou, jij zou 10.000 euro per maand uitgeven bij diezelfde basic fit. Dan is de kans een stuk groter dat je wel gaat. Dus dat is natuurlijk ook een mooi businessmodel vanuit de maar coach. Zeggen, is, uh, um, ja. Alleen het is feitelijk wel zo... op het moment dat ik uh, 100.000 euro uitgeef aan een, aan een coach... dan is de kans dat ik daar een miljoen aan, aan uh, waarde uithaal... een stuk groter dan wanneer ik 5.000 euro uit zou geven. Dan kom ik een stuk minder intentioneel opdagen misschien. Gewoon mindset. Ja, uh, hmm. los van het feit dat ze het ook kunnen vragen. Want ze zijn het waard, als in... Ja. Ze creëren minimaal dat aan waarde. En uiteindelijk creëer je dat zelf natuurlijk. Maar hey, Je zegt al, je bent jong en netwerk is belangrijk. En dat is, een, ja, dat, dat is ook iets wat tijd kost, uh, zeg maar. Hè? Uh, netwerk bouwen En uh, wat, wat, ook, wat ik ook interessant vind als het gaat om mensen en relaties... is, jij bent met een compaan begonnen. Uh, maar die heb je uitgekocht, hè? Kun je daar iets, hoe is dat gegaan? Ja, ik was uh, aanvankelijk alleen. Dus toen ik op mijn zestiende begon, uh, tot mijn negentiende... Uh, uit mijn hoofd correct. Ja, tot mijn negentiende was ik uh, alleen. Toen ben ik een, uh, een man tegengekomen. Wat ik net al zei, ik had zelf weinig ervaring. Daar was ik me heel erg van bewust. Uh, deze meneer die was toen uh, midden zestig. Um, die had zelf heel veel horecabedrijven gehad in Nederland. En was een super energieke man. Um, met heel veel ervaring. Niet alleen in de horeca, maar ook als het aankomt op uh, uh, leveranciers. Hij kwam zelf origineel uit Griekenland. Als hij geboren heeft, het grootste deel van zijn leven in Nederland gewoond. Um, en hij kende veel fabrieken, bijvoorbeeld in Griekenland en Turkije... Um, die dit soort dingen maakte. Met dit soort dingen bedoel ik dan producten voor horeca. Ja. Um, en ik raakte met hem aan ja, in contact, omdat uh, ik leverde uh, producten aan hem uh, en ik kreeg exclusiviteit daarvoor. En toen zei hij, hey, laten we een keer samen gaan zitten. En hij wilde eigenlijk ook daar iets in gaan doen. Hij had net zijn laatste horecazaak uh, verkocht. Of hij had er nog één, maar waar hij actief in betrokken was, had hij net verkocht. En hij wilde eigenlijk nog gewoon iets om handen hebben. En toen wilde hij graag uh, dit opzetten. Uh, en toen hebben we gezegd: van laten we dat samen gaan doen. Want voor mij was het oké, okay, ik wil graag impact maken, ik wil iets opbouwen. Ja. Echt een markt uh, vooruit bewegen, zeg maar. En dan in dit geval de horeca. Um, en toen hebben we besloten om dat samen te doen, afhankelijk 50-50. Uh, super waardevol. Zonder hem had de Branding Club er echt niet gestaan. Alleen we merkten wel dat na een jaar dat we toch wel qua visie een beetje verschilden. Ja. Want voor mij was dit natuurlijk het eerste, dus ik wilde heel veel risico nemen en echt uh, gas geven en uitbouwen. Ja. En voor hem was dit meer uh, gewoon ja, iets om bezig te zijn en nog wel uh, ja, uh, wat om handen te hebben. Uh, maar wat minder risico nemen, zeg maar. Dus uiteindelijk heb ik uh, met hem afgesproken dat ik hem uit zou kopen. Uh, wel met uh, voorwaarden dat hij nog um, actief betrokken bleef. Niet echt gebonden of zo, maar dat hadden we gewoon met elkaar afgesproken. En ook nu vandaag de dag nog is die zeker enorm van, uh, van waarde voor het bedrijf. Dus dat is eigenlijk best soepel gegaan. Abs Want je, absoluut, je hoort ja. ook heel vaak dat dit fout gaat. Hè? Want ja. dan komt het op een bedrijfswaardering aan. En degene die er dan uitstapt, die vindt het bedrijf heel veel waard. En ja. Jij vindt het dan uiteraard nog niet veel waard. Maar daar hebben jullie weinig discussie over gehad dan? Nou, het was toen wel zo. Kijk, ik had mezelf eerlijk gezegd een beetje vastgezet. Dus we hadden een goede oh. aandeelhoudersovereenkomst, En het was ofwel, we moesten er met elkaar uitkomen. Ofwel, ik moest het dood laten bloeden. Ofwel... Uh, ja, ik, ik kon er wel uitstappen, maar dan mocht ik uh, twee jaar lang fietsen in die richting. Uh, niks anders doen en hij ook niet. Dus er waren niet echt andere opties. Dus we moesten er gewoon met elkaar uitkomen. En dat bedrag destijds uh, dat hij vroeg, uh, dat was nergens op gebaseerd. Nee. Uh, uh, dat was relatief hoog. Als je dan kijkt naar de normale... Uh, en multipliers ja, en dat soort dingen inderdaad. Ja. Um, uh, maar hij was wel heel meedenkend met... oké, okay, uh, ik blijf je wel helpen en uh, we kunnen het uitsmeren. Dus dat hebben we ook voor een deel gedaan. en Een stuk performance-based. Um, dus dat was, was niet direct uh, ja, ja. een gat in onze cashflow. Um, en nu vandaag de dag was het, een, was het natuurlijk een hele goede deal... omdat we nu een, een stuk meer waard zijn dan toen. Waar zijn de aandelen nu? Allemaal bij jou? Uh, nee, niet allemaal bij mij. Ik heb uh, uh, investeerders die hebben een minderheidsbelang in het bedrijf. Uh, maar ik ben toevallig nu bezig om daar uh, wat in te schuiven. Ja, ja. Uh, net... om, om harder te kunnen groeien of, uh, of om nog meer geld naar binnen te trekken? Of uh, nog meer geld niet zozeer. Wel uh, zorgen dat we... Uh, kijk, we hebben fantastische uh, aandeelhouders momenteel uh, die me enorm vrij laten. Uh, alleen voor de fase waar we nu naartoe gaan, ben ik ook aan het kijken naar, oké, okay, hoe ja, kunnen we ervoor zorgen dat we mensen aan boord hebben, ook, ook als aandeelhouder. Die strategisch, heel veel van waarde zijn, en dat ja. is nu vooral waar we, waar we mee bezig zijn. Okay. Hey, even te, uh, focus nog op het bedrijf: uh, het is best een uh, adviesbureau dat alleen maar uren verkoopt, zeg maar. Want je hebt producten, en dan moet het moet bedrukt worden en dan moet allemaal geleverd worden. Wat uh, is jullie core business? zeg maar, wat doe je in huis? Wat besteed je uit? Hoe werkt dat? Ja, uh, 95% van onze omzet is uh, producten, en die producten die kopen we in bij een netwerk van fabrieken hoofdzakelijk, We hebben bewust nog niet echt achterwaarts geïntegreerd, soms dus niet echt zelf productielocaties of iets in die richting. Ja. We hebben wel die kansen gehad door de afgelopen jaren, maar bewust gezegd van oké, okay, we willen onafhankelijk blijven. Dus echt als platform zeg maar, um, zeg van oké, okay, um, we kopen dit in bij Piet en dit kopen we in bij ja. Jan. En waar uh, hebben we het dan over? Wat, wat is zeg maar even, de, de, wat zijn hardlopers? Wat, waar hebben we het dan over? Hardlopers momenteel is vooral servetten, uh, papieren tassen, uh, glaswerk. Ja. Um, Verpakkingen, allerlei soorten en maten, dus dozen voor, maar dus tegenwoordig retail. Ja. Uh, maar ook nog van alles en nog wat voor, uh, voor horeca. En dan binnen horeca heb je ook nog bestekzakjes en uh, kleding. Van alles en nog wat. Ja. Hoe belangrijk, even zijn stapje misschien hoor? Maar het is, hoe, hoe belangrijk is het thema duurzaamheid bij jullie? Zeer ja, zeer belangrijk. Ja. ja, Ja, dat was aanvankelijk voor mij ook wel een, uh, um, een hele interessante. Het was voor mij ofwel het moest groter, toen ik het had over die beslissing 2019 om samen te gaan met, uh, met de compagnon. Ja. Um, was het ofwel het moest groter, ofwel uh, ik zou ermee stoppen met het oog op duurzaamheid. Uh, want um, mijn vrienden, uh, ik ben natuurlijk van de generatie van de plastic soep en dat, uh, daar zijn mensen wel heel bewust van. Ik ja, ook. Ja. En ik vind dat ook wel serieus een, uh, een issue. Ja. Um, dus ik dacht van ja, oké, okay, ik lever hier nou producten die eenmalig worden gebruikt en weggegooid. Dat is eigenlijk het slechtste wat er is. Dus toen zijn we daar afhankelijk mee gestopt Alleen toen merkte ik dat ik niks, op niks oploste, want mensen gingen het gewoon ergens anders bestellen. Ja. Dus ik dacht, hé, hey, dat heb ik fantastisch gedaan, maar dat. Was, ja, dat had echt 0,0 effect. En toen dacht ik oké, okay, um, ik keek heel erg op tegen Patagonia. Dus ik heb ja. ook daar is een bekend boek van uh, Let My People Go Surfing heette. Die heb ik gelezen. Uh, vond ik super interessant. En daar stond onder andere. Um, dat zijn een beetje hetzelfde. Aankeek tegen de kledingindustrie, Dan specifiek ja. voor Outdoor. Uh, daar zaten heel veel grote spelers in die zeiden dat ze, dat ze het goed deden, maar dat viel allemaal vies tegen en ze hebben gezegd ja je kan vanaf de zijlijn staan schreeuwen van hé, hey, jullie doen niet goed en dat moet beter maar dat helpt niet je moet het juiste voorbeeld geven dus ik dacht van oké okay, wat nou als wij dat binnen het domein van nou, de producten die wij leveren als wij die rol innemen gaan zorgen dat we echt kaarttrekker worden ook op het gebied van duurzaamheid en gaan laten zien hé. Hey, uh, het kan ook zo. Ja. En dat is vandaag de dag de rol die we absoluut... Uh, Om daarmee ondernemers mee te nemen. Mee te nemen lees, horeca, retail, ondernemers. Absoluut, mee maar ook andere leveranciers. Want ja, ik denk ja. dat het natuurlijk echt een, een combinatie is van de consument die het gebruikt. Ja. Uh, die slecht geïnformeerd wordt vaak. Uh, ze denken dat ze duurzaam slechts goed bezig zijn... Maar dat is heel vaak nog heel veel greenwashing. Dan heb je de bedrijven die het gebruiken, die willen het graag goed doen. Die willen ook niet drie keer zoveel betalen voor zo'n product. Uh, en ze weten vaak niet wat echt goed is en wat gewoon als uh, duurzaam wordt vermarkt. Ja. En dan heb je de leveranciers die hetzelfde hebben. Die spelen effectief vaak gewoon in op de, op de vraag. Dus dat is een beetje, als je die, die drie componenten mee kan krijgen. Kun je dat meten, het effect? Lastig. Wat jullie doen? Ja. ja, wat we doen is, uh, je kan uh, LCA's doen. Dat is een... Uh, uh, carbon assessment, lifecycle, carbon assessment, ik, ik oh. weet niet zeker of ik die goed heb. Nee, maar maar um, je meet zeg maar, wat de um, carbon footprint is van een product dat je produceert, dus effectief vanaf grondstof tot aan dat die wordt gerecycled of niet. Maar in ieder geval dat die bij, uh, bij het afval komt. Um, en dan kijk je naar wat is in die hele uh, route daartussen, de, de impact die je hebt op het milieu, op het klimaat, idealiter ook de samenleving. Um, maar dat is vrij kostbaar. Dat is wel iets wat we willen doen. Het is een beetje hetzelfde als een energielabel. Als ja, ja, idee dat je per product kan zien wat, uh, wat de impact is van, ergens van. En dan idealiter ook mensen echt eerlijk informeren over... hé, hey, jij denkt misschien dat een uh, papieren tas beter is dan een plastic zak... maar misschien is dat wel helemaal niet zo. Ja, ja, ja. Hey en drukken doen jullie dat? Hebben jullie zelf druk, uh, weet ik veel, printmachines en dat soort zin nee, allemaal. Nee momenteel niet. Nee. Oké, okay, dus en dat uh, besteed je ook uit. Ja absoluut. En misschien ja. als je me die vragen over een jaar stelt, dat is een ander verhaal is. Dat is een make-or-buy-discussie natuurlijk. Ja, wat waar ik uiteindelijk in geloof is um, dat je in iedere markt um, dat de, de tussenschakels gaan er uiteindelijk uit. Dus ja. als je macro kijkt, dan geloof ik heel erg dat je lean en me moet kunnen zijn als organisatie. Dus ja. Waar wij dit jaar uh, dus 23 echt de focus op hebben gelegd... is processen, wat ik net al zei. Dus we draaien uh, per persoon twee, drie keer zoveel omzet inmiddels. Um, daar heeft echt wel de focus op gelegen. Dus oké, okay, hoe kunnen we ons zelfs zo efficiënt mogelijk inrichten? Met ook als uitgangspunt. dat stel eventjes, wij zouden met 10% marge... Uh, op, de, op de omzet weg moeten komen, zeg maar. Om daarmee onze overhead te dekken dat het zou moeten kunnen. Dat is een mm -hmm. beetje het uitgangspunt. Um, zodat je ook, stel het is, is, het is nodig... Um, dat je ook die schaal kan pakken. Ja. Uh, zonder dat je als organisatie per se uh, veel duurder wordt in je overheid. Dat is wel echt een beetje het uitgangspunt. Ja. Jij komt best wel over als het uh, zelfverzekerd uh, gastje en uh, wel bespraakt. En je weet wat je aan het doen bent. En uh, volwassen, weet je, als ik je niet zo ken, zou ik misschien wel iets ouder inschatten, ook dan 23. Wat zijn de onzekere momenten? Mm. Goeie vraag. Dat je, weet ik veel, s'nachts in je bed ligt en denkt... oeh, ik weet niet goed wat ik dan moet doen of hoe... Die, die dat... heb ik niet vaak. Nee? Ik, ik denk, ik ben uh, wel absoluut, als je het hebt over optimist, pessimist... zit ik absoluut aan de optimist kant ja. uh, Ik ben uh, best wel, uh, ik ben totaal niet risicoavers, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus ik hou wel van risico. En dat leidt er soms wel toe dat ik uh, dusdanig hard ga... of veel hooi op mijn voorop neem of iets in die richting... Um, dat ik echt wel mijn kopje erbij moet houden... om, daar, uh, om ons daar goed doorheen te loodsen, zeg maar. Ook ja. nu zijn we heel veel dingen tegelijk aan het doen. Dus het belangrijkste uh, van mijn functie momenteel... Uh, is zorgen dat iedereen wel focus houdt op de dingen die het belangrijkst zijn. Uh, maar voor mezelf het, heb ik wel eens als ik wakker lig. Uh, en dat gebeurt niet vaak, gelukkig. Uh -huh. Dan is het vaak omdat ik gewoon zit te puzzelen in mijn hoofd... met hoe kan ik uh, met heel veel variabelen... het voelt soms alsof ik op meerdere ja. schakelborden tegelijk aan schaken ben, zeg maar... Uh, ook nu, we hebben vorige maand drie overnames gedaan. Ik ben dus bezig met, uh, met de investeerders aanhouden, Dus Dat een beetje herstructureren, dat goed inrichten. Er gaat ook op die manier uiteindelijk wel wat cash weer het bedrijf in. Uh, nou, wat gaan we doen met die cash? Uh, hoe gaan we dat inzetten? Uh, uh, we zijn flink aan het groeien. We zijn aan het uitbreiden met een team in Duitsland. Uh, we zijn, wat ik zeg, die overnames goed aan het afronden. We zijn flink aan het investeren in software. Uh, zelf bouwen nu. Uh, daar gaat ook best wel wat geld in zitten. Ja. Uh, dus heel veel dingen tegelijk aan het doen. We hebben een nieuwe marketing manager die het erg goed doet. Uh, maar dat is ook weer een hele andere strategie dan de marketing manager hiervoor. Ja. Er zijn heel veel dingen tegelijk ja. aan het gaan. We hebben ja. een commercieel directeur die start uh, volgende week maandag. Uh, dus er zijn heel veel dingen tegelijk. En het is belangrijk dat we dat allemaal in goede banen leiden. En het gebeurt af en toe wel eens dat ik denk van wat is niet goed gaat. En dat is verder totaal geen werkbare vraag. Dat is ook echt wel eentje waarvan ik de afgelopen jaren heb geleerd van ja. Ja, ik heb gewoon geen tijd om na te denken over wat er gebeurt nee. als het niet goed gaat, want het is geen optie. <laughs> um, maar als ik wakker lig, dan is het vaak wel dat van hey, hoe, wat, hoe kan ik ervoor zorgen dat we hier het maximale uithalen. Kan het bedrijf al zonder je? Sorry? Kan het bedrijf al zonder? Ja, je? Ja, operationeel wel. Ja? Wat ik een, uh, een leuke vond, is iemand zei ooit. Um, eigenlijk zijn er twee vragen die toe doen. Want heel vaak stellen mensen deze vraag inderdaad: van hey, zou het bedrijf zonder jou kunnen? In het geval van de branding Club, absoluut. Ik Ben toevallig net voor het eerst ooit uh, drie uh, dagen helemaal of drie vier dagen helemaal offline geweest met een groep ondernemers uh, naar Noorwegen geweest en uit een rugzak geleefd in een bos. Um, gisteren teruggekomen um, en dat bedrijf draait fantastisch door. Ze hebben mij absoluut niet nodig voor de operatie en dat vind ik zelf ook wel belangrijk. Het is niet zo dat ik mezelf dan nutteloos voel. Mm. Uh, ik weet dat dat juist de rol is in mijn ogen van een goede leider is: zorgen dat je jezelf overbodig maakt en dat je mensen alle ruimte krijgen en verantwoordelijkheid krijgen om uh, tot hun recht te komen. Um, de tweede vraag die je interessant vond te stellen: kan het bedrijf groeien zonder jou? Dat vind ik een interessante. Uh, ook in dit geval denk ik ja, want de doelen zijn vrij helder. Ik noemde net al die b-hack van 100 miljoen waar we dus uh, naartoe willen met z'n allen. En dat plan daarvoor is echt duidelijk bij iedereen. Um, maar zou het net zo snel gebeuren uh, als zonder mij, als met mm -hmm. mij bedoel ik? Mm -hmm. uh, ik hoop van niet, laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dus ik hoop van harte dat ik de boel daar kan versnellen. Uh, door constant prikkende vragen te stellen en ook wel ja, uh, dingen op de juiste manier op, uh, op een tijdlijn te zetten. Wat heb je in Noorwegen opgestoken aan lessen? Ik denk het allerbelangrijkste uh, dat ik, ik denk dat ik best wel goed ben geworden in, in leiding geven. Kan ook zijn door de coaching, kan zijn door de ervaring. Uh, dat heb ik ook van iedereen daar teruggekregen. Uh, wat voor mij een hele goede is, dat vond ik wel een leuke, is ik ben 23 en wat mensen heel vaak zeggen wanneer ze mij voor het eerst ontmoeten. En ze stellen me bijvoorbeeld voor aan, aan iemand anders wanneer ik op... Een feestje of een event of zo bent, dan is het. Dan vertellen ze, ja, Bouwman van de Brand Club is 23, hij is 23. Um, en ik heb hier teruggekregen van ja, uiteindelijk wat je wil creëren natuurlijk, is dat mensen het los gaan zien van je leeftijd. Ja. Um, dat is een hele belangrijke en tweede, is dat ik erg, denk ik, goed tot mijn recht kom op het moment dat er hoge druk is. Daarom creëer ik dat dus ook wel. Wat ik zeg: veel schaakborden, veel dingen tegelijk. Op het moment dat dingen tussen zeker saai zijn. Of dat dingen voor mij verschijnen als saai en dingen lopen gewoon. Uh, dan verval ik best wel erg in gewoon een 23-jarige jongen die gewoon een beetje suffe grappen maakt en uh, ja precies. <laughs> um, Wat je zes jaar lang op de middelbare school, als je als je was gaan studeren, had je dat vier vijf jaar lang. Gedaan, exact, ja, ja. ja. Uh, en dan is niet zozeer dat ik ga feesten of iets, maar dan loop ik wel gewoon een beetje, um, ja, uh, loop ik een beetje melig te doen op het kantoor en misschien zelfs wel mensen af te leiden en zo. Hmm. Um, dus ik heb wel echt duidelijk uh, een duidelijk doel nodig en van mij mag het tempo altijd wel hoger, ja. um, ook nu. Um, ik zeg altijd, ja mensen zeggen vanaf de buitenkant... Oh, jullie groeien vet snel en wauw, dat is bizar. Uh, alleen, en dan heb ik altijd zoiets van... ja, vind je? Ik vind het, ik vind het echt wel meevallen. Ja, ja, ja. Mag nog wel harder als jij Voor mij wel, ja, ja, ja. Op naar de 100 miljoen. Absoluut. Ja. Het zou mij niet verbazen als je dat gaat lukken, denk ik. Het uitgangspunt is, en, en dat is ook wel een beetje... wat ik geleerd heb door de coaching. Ja. Um, je wil jezelf verklaren als iemand die het fixt. Uh, dus wanneer iemand mij die vraag stelt, uh, intern, extern, dus we gaan fixen dat we met de Branding Club naar, naar die 100 miljoen toe gaan, punt. Mm -hmm. Whatever happens. Mm -hmm. Op het moment dat je vanuit die overtuiging komt, ga je, je ook daarnaar gedragen. Ja. Het is gewoon geen optie dat we het niet halen. En soms denk ik zelf ook, jeetje, uh, heb je zo'n groot ego dat je denkt van dat doe je wel even. Ik weet dat dat niet zo is, in de zin van dat het niet eentje is van dat doen we wel even. Want er zijn heel veel obstakels die we ongetwijfeld nog moeten overwinnen om, uh, om dat te kunnen halen. Uh, maar het is wel altijd goed om... Uh, zo hoog te, te mikken, denk ik. Ja. Uh, wat is dat gezegd ook weer? When you uh, aim for the stars, uh, when you miss you still land on the moon, dat exactly idee ja. 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 verkopen. Uiteindelijk, uh, goede vraag. Uh, ook daar heb ik nog niet echt een antwoord op. Kijk, er zijn, uiteindelijk zijn er twee opties. Ik denk wel dat dat voor mij de uitdaging erin zit. Zolang wat ik net al zei, er echt uitdaging is. Dus er zit een hoog groeitempo, er moeten snel ontwikkelingen doorgevoerd worden, et cetera een bedrijf dat zegt 10% per jaar groeit... ik denk niet dat dat een ideale omgeving is voor mij. Ook als ik kijk naar wat mijn persoonlijk drijft... en dat is gewoon impact maken. Uh -huh. uh, ik vind het fantastisch om nu de horeca... en de retailmarkt op te pakken. Een fantastisch team met mensen te bouwen. Uh, enorm veel dingen te doen die nog niet eerder gedaan zijn. Uh, maar op een gegeven moment dan heb je dat... denk ik tot op zekere hoogte wel gedaan. Stel, we hebben die 100 miljoen straks gehaald. Uh -huh. um, um, dan weet ik nog niet zeker wat ik ga doen. Maar ik weet wel dat er genoeg mensen zijn bij ons... in het bedrijf aan wie ik het stokje zou kunnen overdragen... Uh -huh. um, en ik denk wel dat ik mezelf en het team tekort zou doen op het moment dat ik niet met 100% commitment kom opdagen. Dus dat is wel altijd. Ik moet er zelf wel in de spiegel kunnen kijken. Ben ik alles aan het geven nu? Um, en zo niet, dan is het ook een zaak om het stokje over te dragen aan mensen die dat wel doen. Ja. Laatste vraag: heb jij leven naast ondernemen? Goede vraag. Um, ja, denk ik, feitelijk. Uh, mijn vriendin werkt ook in het bedrijf. Uh, dus uh, dat vind ik zelf fantastisch. En uh, zij ook, hopelijk. Um, want het maakt een beetje dat wanneer we thuis komen dat ik hoef niks te vertellen zeg maar we zijn hmm. alle twee flink aan het bouwen, zijn ook dezelfde leeftijd uh, dus dat vinden we ook wel, ook wel super waardevol, ook super leuk om te doen um, ja ik was nu dus bijvoorbeeld in Noorwegen en ik had nog nooit zoiets gedaan, uh, een paar dagen gewoon dat ik zeg in de natuur en verder niet echt met, met externe prikkels en een, een leuke groep mensen um, dat is wel iets wat ik heel erg uh, aan, het, aan het ontdekken ben nu, inderdaad. Oké, okay, Wat zijn voor mij de belangrijkste dingen in het leven? Ook ten aanzien van vrienden, uh, ja. gezondheid, familie, alle dingen die er toe doen, inderdaad. Ja. Uh, en ik heb de afgelopen jaren echt heel veel discomfort opgezocht, puur voor de shake of discomfort opzoeken om te groeien als persoon. Ik uh, ben nu wel steeds meer aan het kijken van, oké, okay, waar haal ik voldoening uit? Ik merk wel dat dat echt bouwen is. En dat vind ik uiteindelijk het allerbelangrijkst. Maar het is wel belangrijk dat ik natuurlijk zelf ook mezelf blijf ontwikkelen en uh, gewoon gezond ben. Dus die hobby's. Uh, Weet ik nog niet echt zozeer, maar ja. uiteindelijk is het de belangrijkste hobby die ik heb om echt dit bedrijf uitbouwen te bouwen nu. Ja. Dankjewel voor dit gesprek, je Dankjewel. En dankjewel voor het kijken en luisteren naar een, een, een absoluut inspirerend ondernemersverhaal, eh, vond ik. Zoals ik ze hier super graag maak op CVD2, de Branding Club. Uh, mocht je er meer over willen weten, er staan linkjes onder in de beschrijving. En heb je geluisterd naar de podcast, uh, abonneer je en mis helemaal niks meer. Zit je op YouTube te kijken, hieronder kun je abonneren. En over twee seconden twee nieuwe video's. Voor nu, dankjewel. おい <music>